De stichting Betel Yara heeft voor een subsidie aangeklopt bij het ministerie van Sociale Zaken. Deze kwestie is gisteren ter sprake gebracht in de Nationale Assemblée. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën heeft aangegeven dat de stichting geen acute geldproblemen heeft vanwege de vele valutarekeningen. Echter is volgens Brian Lalai, waarnemend directeur van Huizen Betel Yara, de minister of zijn team niet volledig op de hoogte van de aard van de gelden. Kijk, men heeft ook aangegeven dat er dat ik een bedrag van 100 en zoveel, 7000, is opgebracht in de begroting van volgend jaar voor consultancykosten. Hè? En dat zou dat slaan op mij persoon. Ik denk dat, ik zal niet zeggen de minister, maar ik denk dat zijn team dat niet goed heeft gelezen. Sterker nog, men heeft niet eens geïnformeerd bij onze stichting van hoe zit dat nou, want dat wordt een afwijzingsgrond. De kosten die zijn opgebracht voor consultancykosten, ik noemde het net al, dat is voor onze accountant bijvoorbeeld. Daar zijn geen kosten aan verbonden voor mij. Ik heb het afgelopen jaar 17.000 SRD hier verdiend en dat gedeeld door 12, dat is 1400 SRD per maand. Dat waren mijn inkomsten. En dat is omdat ik vind van, ik wil wat bijdrage leveren aan Stichting Betel Yara. Dat die kosten zijn opgebracht voor volgend jaar, dat is niet aan mij toe te schrijven. Dus ik denk ook dat ik ga ervan uit dat het ministerie van Financiën onze subsidieaanvraag verkeerd heeft. Of dat er onduidelijkheden waren. Dus wat ik nu vanuit Betel Yara ga doen, is dan opnieuw met het ministerie van Sociale Zaken om de tafel zitten. En vragen als wij alsnog, wat de knelpunten zijn, vraagtekens die er zijn, dat ik dat dan verduidelijk en met onderliggende stukken. Ik had wel gehoopt dat dat eerder gebeurd was, want dan zaten we nu niet in een fase. Ik heb de aanvraag is ingediend door de vorige directeur in januari. En we zitten nu in februari en dan ontvang je de afwijzing. Ja, maar dan wordt er niet gecommuniceerd daartussen. Er zijn wel enkele vragen op. Er zijn zaken opgevraagd. Daar hebben op 4 mei, daar heb ik meteen op 5 mei op gereageerd. Dus ik snap niet als er onduidelijkheden zijn wat dat zou moeten zijn. Zo gaf de minister ook aan dat de financiële situatie van Stichting Aria de Waker niet alarmerend is, omdat zij voldoende dekking heeft aan de hand van hun jaarrekening die is ingediend. Volgens Surinder Persat Hanuman, hij is secretaris van deze stichting, is de instelling in een heel moeilijke financiële positie terechtgekomen, omdat de subsidie is uitgebleven. En als je 2 jaar geen subsidie hebt gehad, dan zit je helemaal op de bodem. We hadden, want wij Surinamers weten, we kunnen altijd een reserve hebben, we hebben wat reserve hadden we opzij gezet, maar nu is die reserve ook op. Wij hebben maandelijks overhead, zonder te overdrijven, maandelijks hebben we 20.000 SRD nodig om overheadkosten te dekken. En als je 5.000 hebt gehad, dan zitten we oké. Okay. Het is toch iets, is een gebaar in de goede richting. We waarderen dat zeer. Maar we willen niet afhankelijk zijn van donateurs, want donateurs geven als ze hebben. Het is niet structureel. En die kinderen moeten bijna, ze moeten goed zeggen, ze moeten niet goed. Maar ze moeten elke dag hun eten en drinken hebben en andere behoeften. U praat over 20.000 SRD iedere maand. Ja. Kunt u een beetje uitleggen wat u allemaal, wat het tehuis of de stichting Aria de Waker zo koopt met die 20.000 SRD? Ja, en je hebt een elektra, je hebt een water, je hebt een, hoe heet het, een telefoon en je hebt een onkosten voor die mensen die daar zo werken. Dus een salaris moet je betalen. En nu, omdat die donateurs niet over de brug komen, ze komen minimaal, dan moeten wij spullen, goederen kopen voor die kinderen. En als je dat geld niet hebt, dan niemand wil je op krediet geven. Dat is een boze. Dus zo, dat is minimaal 20.000 hoor. Minimaal. Dus om die kinderen geen honger te laten lijden. Surinder Persat Hanuman en daarvoor Brian Lalai, waarnemend directeur van Huizen Betel Yara. Wij spraken hen naar aanleiding van de mededeling van minister
hoefdraad gisteren in de Nationale Assemblée. Al zouden deze kindertehuizen geen acute geldproblemen hebben om subsidie te ontvangen.